Kanker is nog steeds een taboe. Met zijn voorstelling En alles goed wil acteur Fried Ringoot uit Lennik het onderwerp bespreekbaar maken. Fried kreeg enkele jaren geleden zelf aftrekenen met schildklierkanker. Het fameuze K-woord, dames en heren. Ik ga het erover hebben, ik kan niet anders. Ik heet sinds die periode nu ook Special K. Ja, dat wordt ook slanker van, dus dat past perfect bij elkaar. Het is een gevoel van overwinning een stuk ook. Van, kijk eens, ik zit een beetje in de shit en ik zit in een rolstoel en ik heb pijn en ik moet daar een stuk leren mee leven. Maar hey guys, I've done it. Ik sta hier op dat podium. Ik heb mijn verhaal kunnen vertellen. Hoeveel mensen mogen er hun verhaal vertellen op een podium? Weinig, hè. De mensen zeggen dat, hè. Nog een chance dat, als u niet echt in de zomer was, want dat is zo, allee, dat is moeilijk dan en zweten en alles. En jij let chance, hè, want ja, jammer, jij moet niet betonen om tram. En er zijn er ook die zeggen dan van, weet je, een chance dat Facebook bestaat, hè, want ja, anders worden we toch sociaal toch heel erg geïsoleerd, hè. Chance dat wij nemen. Ho, ho. De mensen hebben keihard gelachen, ondanks het feit dat het over een ogenschijnlijk zwaar onderwerp gaat. Ik heb dat dus meegemaakt, hè. Ik heb dat dus echt meegemaakt, hè. Ik moest naar een walking dinner. En weet je, je moet eens vragen aan veel mensen, en misschien maak ik mij hier een stuk zo onpopulair, en zijn mensen die gaan zeggen, nou, wat zegt hij nu? Maar ik hoor dikwijls van lotgenoten dat ze heel veel gelachen hebben in die periode. Dat is het enige dat je kan doen. Anders dan maakt er een eind aan. Dan zeg je, hier hoeft het niet meer voor mij. Heel veel humor, ja. Het heeft ons ook gered, hè. Het ergste van de mens kunnen zeggen, weet je wat dat is? Weet je wat dat is? Hé, hey, Fried. Wist jong. Hey, en alles goed, hè. Dan zeg ik, wauw. Je ziet er per tang goed uit. Dat is het ergste wat dan een mens kan zeggen. Want ik voel me niet goed. Het is zo opmerkelijk dat het elke keer weer gebeurt. Dat mensen heel veel afstand houden. En, dat ze, en ik hoop, en ik heb heel bewust gekozen voor dat te ontkrachten, te ontzenuwen. Ervoor te zorgen dat mensen zeggen van, oké, ik hoef daar niet bang voor te zijn. Ik mag gerust aan iemand die met kanker zit over het woord praten. Ik geef hem de kans om erover te praten. Ik heb de liefde gezien als een extra vitamine. Ik noem het vitamine G. Fried wordt tijdens de voorstelling begeleid door Tatjana Storm, pianist Toon Baert en regisseur Hugo van den Brent. Ze kregen vorige week tijdens de première in Roosdaal alvast een staande ovatie. Je komt hier geen voorstelling zien. Je komt de voorstelling beleven. En het is echt beleven, hè. Als je ze gezien hebt, dan ben je een ander mens. Daar ben ik van overtuigd. Dankjewel, dames en heren. Dankjewel. Dank je wel.